De moord van afgelopen woensdagochtend. Next level, werd heel vaak gezegd. Wat leiden jullie daaruit af? Ik was het voor jullie iets... Hoe analyseren jullie die moord? Is het gevolg van iets waar jullie mee bezig zijn? Is het gevolg van... Ten eerste is het schokkend. Dat is het. Iedereen zit eventjes... Je hebt even dat moment van schok. Maar... wat je dan doet, is dat je je schouders eronder zet. En dat is eigenlijk, ik kan de dag wel even beschrijven, de ochtend. Mm. Dat gebeurt. In Amsterdam gaat men op volle kracht bezig met dat onderzoek. Ook op die daden. Maar we pakken dit op als nationale politie, als één. Alle recherchebazen, de officieren komen bij elkaar om dit veelkoppig monster aan te pakken. Want het gaat niet alleen om die dader. Het gaat in die zin ook om de mogelijke opdrachtgever. En het gaat op het netwerk. Maar de timing, de persoon, zegt het jullie iets meer dan dat dan wat wij weten? Wat we zien is dat de reactie, daar kan je uit afleiden dat we ook gewoon dichtbij zitten. De reactie... Je bedoelt de liquidatie van de advocaat? De liquidatie van de advocaat, zo'n reactie... Zou kunnen betekenen dat jullie dichtbij een aantal kopstukken van... Wij zitten ook dichtbij. Als we kijken naar netwerken, dan systematisch halen wij daar de kopstukken en de sleutelfiguren uit. Ik probeer het goed te begrijpen. Jullie zijn dichtbij. Zij merken dat jullie dichtbij zijn. En ze denken het wordt tijd voor een daad. Ik kan niet in hun hoofd kijken, maar dat zou dus kunnen. Maar dat vermoed je. Dat hoor ik je zeggen, of niet? Nou, wij weten dat we dichtbij zijn. Mm-hmm. Maar de consequentie van dichtbij zijn, en dat is wat jullie moeten doen voor jullie vak. Ja. Je moet ze pakken, eigenlijk. Correct. Je bent nu dichtbij. En de consequentie van dichtbij zijn, zij voelen dat, is dat er een advocaat wordt geliquideerd. En dit is vreselijk. Maar stoppen is geen optie. Maar dichtbij zijn is één aspect. Maar het andere is ook... Maar ik vind nogal wat jullie nu zeggen. Want dat betekent dat... Want jullie moeten dichterbij komen. Uiteindelijk moet het net zich sluiten. Als ik jullie volg. Maar dat gaat dus nog veel meer gevolgen hebben. Als dit steeds de reactie is, of de reactie is van die club. De andere kant van de medaille is dat dit soort groepen doorgaan met hun liquidaties. Met de vergismoorden die we zien. Mm-hmm. De schietpartijen die we zien. Dus dat moeten wij voorkomen. En dat betekent dat we onder andere ook gebruik maken van kroongetuigen om uiteindelijk een rechtszaak dicht te krijgen. Geen enkele moord is acceptabel. Mm-hmm. Maar het niet bestrijden van dit soort ondermijnende criminaliteit... een aanslag tegen de rechtsstaat, is onacceptabel. Vanzelfsprekend. We kunnen hier niet voor buigen.